smaken een beetje bitter. En ik houd altijd heel eenvoudig. Ik dip ze gewoon in een sausje. En iedereen vindt het een feest. Het is wel jammer dat ze niet ruiken. Favoriete magnolia. Hij staat op de Heemraadsingel in een voortuin. Ik schat dat hij zo 80 tot 100 jaar oud is. Het is echt een megaboom. Hij staat nog net niet in bloei. Hij staat nog in knop. Ja, vind ik zelf heel erg mooi. Nog een dag of 2, 3 zon en dan gaan de bloemen helemaal open. Hij bloeit niet lang. Een weekje en dan vallen ze met een plof op de grond. Magnolia werden in de vorige eeuw veel aangeplant en er is een soort revival. Op dit moment worden er weer heel veel magnolia's aangeplant. Ja, en wie houdt daar niet van? Op de Westerkade is al te zien de magnolia revival. Hier heeft de gemeentewerken heeft nieuwe magnolia's aangeplant. Ja, ze zijn nog jong, maar ze staan wel al in bloei. Heel veel soorten magnolia's, waarvan de bloemen in allerlei kleuren, rood, wit, geel, ja, en gewoon deze roze. Die vind ik zelf het mooist en ze bloeien ook het eerst. En natuurlijk de vraag of je ze kan eten. Ja, je kan ze eten, vooral als de bloem nog dicht is. Dan zijn de blaadjes crispy, dan zijn ze heel erg knapperig en ja, ze smaken een beetje bitter. En ik houd altijd heel eenvoudig. Ik dip ze gewoon in een sausje. En iedereen vindt het een feest. Het is wel jammer dat ze niet ruiken.